Dames en heren, jongens en meisjes, wij horen dat of deze verachting, dat in september de maatregelen eindelijk eraf gaan. 1 september zijn we van de maatregelen af. Dan gaan de mondkapjes verdwijnen. De 1,5 meter verdwijnt. Dus er komt weer heel veel leuks aan. Sowieso in de komende maanden en volgend jaar komen er weer vette video's online. Over de autocross. De Corso komt, het Koppeltjesfestival. En ik zit nou bij een goede vriendin van mij. Ja. En mensen, nee, dit is niet mijn vriendin. Niet de vriendin wat jullie allemaal denken. Nee, dit is gewoon een goede vriendin. Ja. En wat ik hier nog even wil vertellen over Carlijn. Die vriendin met dat blonde haar. Dat is gewoon een nu goede vriendin van mij. En dat gaat daar goed mee. En jullie moeten niet denken, er is niemand ons trouw geweest. We zijn gewoon uit elkaar gegaan, goed uit elkaar. En verder is er niks aan de hand. We zijn gewoon weer vrienden geworden. En de verkering is gewoon nu voorbij, maar we zijn gewoon nu vrienden. En verder is er niemand vreemd gegaan, of wat dan ook. Dat hoef je niet te denken of haatreacties naar haar te sturen. Want dat hoeft echt niet. We zijn verder vrienden en verder is er niks aan de hand. Dus mocht jullie nog vragen hebben, zet het in de comments en dan kan ik jullie beantwoorden. Wil jij nog wat zeggen? We zijn nu bij het tuinhuisje. Het tuinhuisje van een goede vriendin van mij en haar moeder. En dat wil ik jullie even laten weten. Ja. Dus mochten jullie weer op de hoogte zijn, dan bij deze zijn jullie weer even up-to-date over de volgende versoepelingen. Ik zal het ook even in de comments zetten of hier in de beschrijving. Dan weten jullie dat ook even. Dus er komt weer heel veel leuks aan. En hou mijn vlogs in de gaten. Zijn jullie blij? Ik hoop het wel. Ja, wij allemaal natuurlijk. Ja. Voor 1 september. Ja. Laten we hopen op een mooi einde. En, gewoon een lekker feest doen. Ja, en ik word waarschijnlijk ook gewoon gevaccineerd. Het kan me ook geen ene boei schelen dat ik gevaccineerd word. Of jullie dan allemaal gaan haten op mij. Dat maakt me echt helemaal geen ene donder uit. Dat mag, jullie mogen gaan haten omdat ik dan die vaccinatie neem. Want heel veel mensen die zeggen dan, het is gif, dit is gif, dat is gif. Nee mensen, het helpt echt tegen de ziekte. Ja, die vaccinaties die helpen elkaar en dan worden ze niet dan ziek meer. Ja, en dat is het. Ja. En daarom willen wij deze vlog even maken voor jullie allemaal. Dus laat een reactie achter en dan spreken we elkaar hopelijk snel weer. Doei. Tot de volgende keer. Doei. Wappa. Peace out. Peace.